gewoon als aan de groeten hier uit dinges uit Amsterdam. En ik heb hier visite gekregen. En het is eigenlijk een verrassing voor mij dat ze nog aan mij denken. En ik leef dan nog. En ik wens jullie Tineke en de hele familie daar en dinges alles goeie. En dan hier uit Amsterdam, dan denk ik ook. Nou, nog bedankt dat ik nog aan mij denk en alles goeie. Maar wat drinken we het eerste bier? Een kleintje. Oh ja. Die heeft Freddy gisteren gestuurd. Die oudste dochter van mij. Oh ja? Ja. Je hebt Freddy gisteren gestuurd. Of is ze langs geweest? Ja, is hier geweest. Ja, dat, als je wat klein beleefd is, dan dat is whisky volgens mij. Dat is whisky. Nee, dat is lichter. Maar is iets lekker, is geen... Ja, dat is, volgens mij is het... Te sterk? Ja, dat is wel sterk. Maar ik ga even kijken of je nog wat anders hebt. Even kijken. Dat is hetzelfde. Ja, maar hij heeft het overgegooid. Dit is niet de echte fles. Oh. Want de grote fles kan hij niet zo goed tillen. Oh, ja. Ja, maar ik denk wel dat dit hartstikke sterk is, hoor. Maar proef dan maar een beetje, je mag toch wel eens. Het is nog niet gevaarlijk, die witte. Edelwijs. Edelwijs, weer een nieuwe naam. Voor de gezondheid. Ja, lang zal we leven, lang zal we leven, lang zal we leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip. Hip hip. Hoera! Hoera! Nou, proost hoor. Proost. Proost dan, Frits. Proost. Op je gezondheid. Ja, ook nog proost. Moet je even eentje spelen dat jullie hier zijn, met de mondorgel? Oh ja, één. We hebben een beetje de klank naar een andere stemming heen komt. Ja, doet u dat nog? Ja. Oh, dat... Applaus. Een liedje voor je vrouw. En hoe komt het nou dat u af en toe hoenpapa hoort? Het is één toon. Eén toon, ja. Knap hoor, jongen, jongen. Nou, het is Erik. Ja. Erik lijkt veel op u, hè? Ja. Ja. Maar dat ik alles bevaar, dat zie je ook als visite. Ja, en ook Frits deze? Ja. Ja, dat is een... En dat is mama. Mama was een hele rijke
bakkersvrouw. Ja, dat was uw moeder, zeker? Ja. Nee. Dit is de moeder van u? Ja. Hoe heette uw moeder? Papa's... mijn moeder en papa's vrouw, hè? Nee, ja. Maar hoe knap ze was. Ja. Wie? Van Tieneke. Die van die... Oh, oh ja. Wat flink, ik weet dat niet. Ja, hij is een volwassen man geworden. Dat is niet haar man. Nee, maar hij is wel volwassen geworden. Ja, dat is niet zo. Ja. U bent toch ook een keertje in Amerika geweest? Ja. Kijk, dat is zo. Dat is nou haar man. Dat is die zoon, dat is haar man. Dat is Harvey. Dat je dat maar weet. Ja. Mooie foto. Ja, dat is zo'n Tinneke. Ja, dat is mijn sussie. Dat die zo'n geluk had. Dat die zo'n geluk had. Hij was in Amsterdam. En Tinneke zag hem. En Tinneke wordt verliefd op hem. Zo. En heb gezegd, ik ga mee naar Amerika. Dat is Tinneke die naar Amerika is, dat is haar vriendin. Dat ben ik. En dat is die nog in Oslo woont. Oh, dat is Ali. Oh ja, dat is Ali. Oh ja, dat is zijn getrouwen. Nog gaan ze trouwen. Ja. Ja. Dat is de vader. Thuis met de hondjes. Wie is dat? Dat is Tinneke en Harvey. Ze hebben twee hondjes. Ja, maar waren geen andere. Ja, maar toen ging ze trouwen. Is dat een zoon, dacht ik? Nee, dat is Harvey en Tineke. Toen ging ze trouwen. En dat is. Dat is Erik Jan en de vader van Harvey. Oh, ja. Dat is weer het hondje. Ja. Schattig, hè? Moet je even delen wat er gebeurt. Oh, Tineke, ik heb u veel foto's op gestuurd, zeg. Ja. Dat is toch wel leuk dat u dat allemaal kan zien dan, hè? Moet u nog plakken. Gaat u dat nog plakken? Maar ook wel leuke foto's ook, hè. Oh, Erik Jan met zijn gitaar. Ja. Leuk, hè? Hoe zij uitziet, Tineke. Dus kijk aan. Ja, enig. Dit lijkt ook wel van die foto's, ja. En ook hier. Ja, die is ook mooi, hè? Ja. Dit is wel Amerika.